Yo jongens en meisjes, Creedence hier, oftewel Dion. En ik ben vandaag met een hele speciale gast, namelijk... Statics Eye Legend. Juist. Oftewel, je echte naam, wat is die? Jos. Yo. En ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Nou, ik ben Statics Eye Legend van het kanaal Statics Productions. Ik maak montages, gameplays, dit commentaries. Ja, dat was het eigenlijk een beetje. Ja, oké. Okay. Dus jij hebt ook een YouTube kanaal en we gebruiken nu gameplay van jou. Gameplay van mij op Terminal. Gameplay op Terminal. Weet je precies wat je klas is of weet je dat niet zo snel? Dit is de UMP 45 met Silencer, Marathon, Stopping Power en Commando. Mijn secondary is een Magnum FMJ. Oké. Okay. Dus en met stun. Ja, oké. Okay. En je haalt hier volgens mij een eindscore van 44,22. 44,22 met 1 Harrier. Ja, oké. Okay. Dus best goede gameplay zou ik zeggen. Alleen jammer dat ik geen nuke haal. Ja, dat is best jammer. Je gaat hier dus voor nuke, neem ik aan. Ik heb nuke aanstaan, maar dat lukte niet echt, want ik had een enemy Ace on 30 tegen en Payflow en een Harrier, dus dat ging niet echt lekker. Ja, dat is best jammer. Maar toch best goede gameplay zou ik zeggen. Yep. En daar komen we eigenlijk met het eerste onderwerp. MW3 tegen versus Battlefield 3. Weet jij iets erover of? Ik heb zelf al eens een Dutch commentary over gedaan van wat vind jij van Battlefield 3 en MW3. Toen had ik een beetje het nieuws op Call of Duty Twitter gevolgd en ik merk wel dat heel veel mensen vanwege de graphics van MW3 naar Battlefield 3 gaan. Ja. Maar er was gisteren ook zo'n nieuws gepost op Call of Duty Twitter. Quickscope komt terug in MW3. Ja. En toen las ik heel veel reacties van nu ga ik weer MW3 pre-orderen omdat Quickscope weer terugkomt. Want dat is altijd een heel groot... issue geweest dat met de Quickscope, hè? Ja, het is een hele grote hype op, zo noemen ze dat dan. Op Monofer 2 en zo, dus. Ja, klopt. En wat ga jij halen? Of ga je ze al bij halen? Ik ga in ieder geval voor Monofer 3 en Battlefield 3 misschien later. Ja, oké. Okay. Ik ga alleen voor MW3, want ik vind Battlefield is. Het lijkt me best een goede game, alleen het staat me niet zo aan eigenlijk. Nee, bij mij ook niet. De gameplay staat mij niet echt zo aan. Ja, oké. Okay. Mij ook niet zo. Dus dat wordt MW3 denk ik dan. En, zeker weten. En even kijken, ik heb gehoord van... even kijken, X-Jars was volgens mij, die heeft MW3 gespeeld. En het was gewoon bijna hetzelfde als MW2. En ik vind persoonlijk niks mis met MW2. Vind jij je... Nee. Ik heb liever dat het hetzelfde lijkt op MW2 dan dat ze een goed nieuwe game maken die dan verkracht is. Ja, klopt. Want de series van MW Modern Warfare is altijd goed geweest. Ik bedoel, COD 4 heb ik zelf ook. Heb jij ook COD 4? Ja. Ja. Ja, okay. Ik ben nu ook bezig met een montage en ik speel al... Ik heb gisteren een hele leuke killfeed op... Call of Duty 4 dus. Oké, speel je veel hardcore of gewoon normaal? Ja, hardcore. En hardcore speel ik mee vooral voor montages en een beetje om gewoon normaal te spelen. Gewoon domination of counter. Ja, oké. Okay. Dat is, Want COD 4 is dan goed. MW2 vind ik naar mijn mening ook goed. Behalve dan, het enige minpuntje is dan de noobtubes vind ik zelf. Ja, daar heb ik ook wat over gehoord. Over voor MW3 de... Commando gaat eruit, Last Stand en One Man Army en de Noobtube wordt generfd. Dit is gewoon slechter gemaakt. Ja, oké. Okay. Ik hoop dat dan zoiets wat zeg maar de Noobtubes in Black Ops, dat ze gewoon echt heel slecht zijn. Misschien zelfs slechter. Want ik gebruik ze zelf nooit en ik zou niks. Ik zou het niet erg vinden als ze er helemaal uithalen. Ja, ik gebruik ze er alleen maar om. Als ik me verveel en dan wil ik gewoon, dan ga ik pakken een clash met Noobtube One en Jeffeling en zo, dan ga ik een beetje kloten. Oh, ja, oké. Okay. Dus Voor normale gameplays gebruik ik dat niet. Ja. Pas echt hun echt hele team Noobtube, dan pak ik de standaard clash met de Famas. Ja, oké. Okay. Dat is lekker. En dan, dus ik kijk best wel uit naar MW3. Ik hoop dat het een goede game wordt, ik denk het ook wel. Ik speel de laatste tijd eigenlijk geen Black Ops meer. Speel jij nog Black Ops?
Jammer genoeg is mijn Black Ops disc kapot. Okay. Was door een Xbox Arcade, ik had hem uitgeleend aan een vriend en die had hem dus kapot gemaakt. Oh, had hij hem echt gewoon gebroken of? Nee, de Xbox. Oh, oké. Het ronde crashje erop, het bekende ronde crashje. Ja, volgens mij kan je het verhelpen door hem op je harddisk te zetten, maar dat moet je dan van tevoren doen volgens mij. Ja, ik heb hem ook op mijn harddisk staan, maar precies de crack. Oh. Is raar. Ja, oké, dat is best jammer dan. Ja, maar, yep. Ja, ik doe sowieso geen Black Ops meer eigenlijk, omdat ik vind het zelf een beetje saai worden, want ik ben zelf een hele erge fanatieke sniper. En, ja, ik zelf ook, want vroeger, want op mijn vorige kanaal maakte ik daar nog wel montages van Black Ops, maar nu gaat het sniper gaat gewoon niet meer. Ja, klopt. Het is, ja, ze hebben het een beetje terug proberen te brengen ofzo, maar het blijft anders. Het is niet hetzelfde als in MW2 ofzo. Nee. Daarom speel ik ook het liefst MW2 en geen Black Ops. Ja, klopt. Volgens mij zit je hier een beetje defensief te spelen. Oh, je speelt voor dood. Ja, ik speel voor dood, ja. Je zit hier nog steeds in een killstreak volgens mij, toch? Ja. Ja, dat is best jammer dat je dan geen nuke krijgt. Nee, alleen hier ging ik dan dood. Oh ja, dat is... dat is er niet zo lekker. Ja, oké. Okay. En ik ben sinds kort door jou volgens mij begonnen met tutorials maken op After Effects en Sony Vegas en zo. Ja, dat had ik toen, want ik... Ik zag dat jij best wel goed kon editen in After Effects. Ja. Toen vroeg ik voor kanaalreacties voor zo'n turtle. Ja, toen zag ik de eerste en ik volg ze nu al de hele tijd en ik leer er ook een beetje van. En, ja, en dan wordt ook redelijk positief gereageerd, al upload ik zo'n ding. Dus ja, alleen één ding was heel jammer. Ik had er net één ingesproken, alles klaar. En toen liep mijn programma vast. Ja, dat was best jammer. Maar ja, ik ga vandaag of morgen of zo ga ik nog een nieuwe maken. Dus dat komt ook goed. Ja, heb ik weer kijkplezier. Ja. En je hebt dus YouTube, je hebt nog maar 25 subs. Maar je uploadt toch wel regelmatig, vind ik. Ik heb maar 25 subs. Ik weet zelf ook niet hoe dat komt. Ja, maar sinds vorige week komen er altijd één subje erbij of zo, weet je. Ja, okay. Ik heb één heel actief subscriber die reageert op alles en zo. En ik ben ook een beetje aan het volgen van die grotere Twitch commentaires van hoe word je groot op YouTube en zo. Ja, okay. En dan ben ik daar en ik ben gewoon rustig mijn gangetje aan het gaan. Gewoon uploaden, weet je. Het komt vanzelf wel. Ja, want iedereen moet natuurlijk klein beginnen. Ik weet niet hoe lang je het al doet. 2 maanden of zo. Maar Twitch commentaires doe ik pas. 2, 3, net een maand of zo denk ik. Ah, oké. Maar ja, het moet ergens beginnen. Beter. Ja, het moet ergens beginnen, ja. Ja, en ik zou zeggen, ja, blijf bezig, zeg maar. Blijf dingen maken. En dan, je komt er vast wel. En, en met Jewels, dat helpt natuurlijk ook heel veel. Met mensen zoals... met wat meer subs. Nou, ja, zoals jou. Ja, zoals wij of weet ik het. En, ja, dat is een heel, ja, het is soms best moeilijk om subs te krijgen, maar het beste wat je kan doen is gewoon blijven posten en niet opgeven, denk ik. Ja, kijk, weet je, in het begin dacht ik ook van, nou, we krijgen niet echt zoveel subs. Ja. Maar ik denk ook van, nou, weet je wat, ik blijf gewoon uploaden en het komt vanzelf wel. Ja, klopt. En het belangrijkste is ook dat je gewoon lol in moet blijven hebben. En mensen merken dat ook al. Heb je geen motivatie meer of wel? En dan, want ik vind het best fijn om naar jou te luisteren. Ik bedoel, je hebt gewoon een chille stem. En het is niet de beste kwaliteit. Ik bedoel, het is geen HD-PVR, maar ik bedoel... Kijk, daar ben ik ook van plan om bij de 250 of zo, of bij de 500 dan een HD-PVR te kopen of zo. Ja, oké, want... En dan denk ik dat mijn ouders ook een nieuwe beneden tv heeft gekocht. Ja. Dan krijg ik dan die, want ik heb dan nu alleen een tv met HDMI en geen component. Oh, oké. Want ja, dat scheelt. Ik denk dat er ook wel heel veel zal schelen. Of je HD hebt of niet. Want het blijft natuurlijk chill om te kijken. Yep. Dus maar ik weet niet wat je in de toekomst met je account wil doen. Ja, gewoon door blijven posten en gewoon de lol erin houden. Ja, dus veel succes met je account. Met je YouTube account. En hetzelfde. Ja, bedankt voor deze dual commentary. De game is geëindigd met een nuke.
Van een vriend vanavond van een mede-teamlid. Ja, oké. Dus. Van een teammate. En dan zou ik zeggen, ik post een link in de description van jouw kanaal. Subscribe, Joris. En dan zie ik jullie later. Later. Later.